Als ik zeg groen, dan zeggen jullie de gele, maar groen, gele! Special beats, cuts, scratches. Moké, gespecialiseerd in de kankerzooitrap voor jou. CBG. Citoons, 2NZ, 2NC. Systemen 3E's, het concurrent als EKE. Zorus groepsbegeleider. Zorus nog Joe de Denkan. Letterlijk backstage in Bazaard in Den Haag. Hier in Den Haag. Hier in Den Haag. Wat anders? Hebben jullie een leider in deze groep? Geen leider. Iedereen is zijn eigen mannetje. Iedereen staat voor zich, weet je. Daar gaat het om bij ons. We hebben allemaal verschillende stijlen. Dus we proberen allemaal onze stijlen zeg maar tot één te creëren. En dat is de groen-gele klik geworden. We zijn allemaal leiders. We zijn allemaal leiders van ons eigen, juist. Ja. Alle die om kraak roepen, je weg vinden, die stad is slecht vinden, sluitingstijden en gaan uitvinden. Maar wij zijn uitvinders die het luid springen, hebben de buit binnen, die niet door de raad springen. Als ze er niet zelf uitspringen, juiste dingen. Het is een nieuwe groep, maar jullie zijn niet net begonnen met rappen. Absoluut niet. We zijn niet net begonnen met rappen, weet je. Maar ja, wat is net? 2 jaar geleden, 3 jaar geleden ben ik pas begonnen, dus... Als je kijkt naar Soris, die man is al lang bezig. Dus als je kijkt naar Tibi, die man is ook al wat langer bezig. Dus dat is ook heel erg verschillend bij ons in de groep. Ik vraag me af wat het plan is van de groen-gele klik. Omdat jullie een tijdje terug Haagstraatnieuws online hebben gegooid. Voor mij was het een introductie ik, met ik ben bezig met dezelfde manier als ik Haagstraatnieuws heb gedaan. Alleen dan gaan we een stapje verder. Dan nemen we gewoon die dingen op en dan brengen we het naar de studio. Laten we het even wat mooier afmixen en zo. En dan zorgen we dat die dingen gedrukt worden. En gewoon het geld waard zijn. Maar op het programma staat de dubbel CD. Februari. De groen-gele klik. Gedicht daar pas, je weet het. Yeah. Er staan een paar solo's die aan gaan komen, weet je. Mokane solo. Ik ga met deze man nog een lauw album in elkaar zetten. Ze zijn bezig met een musical. Ja, ik heb een plan en we staan op een dag. Voor elke tijd dat we gaan chillen. Maar je doet het draaien en ik ben er aan bestellen. Al gelijk een hele meter. Heel maar we zien hoe leven beter. Waar staat de groen-gele klink voor? De groen-gele klink staat gewoon voor rauwe hip-hop uit Den Haag. Gewoon even wat terugkeer uit de 90's gewoon, weet je. Het is wel millennium en zo, maar we kunnen nog steeds gewoon met de ergste van toen de tijd terugkomen. Ja. Tegen alles wat nu gaande is, weet je, die rotzooi die je nu op tv ziet, weet je. Want maakt niks uit, je zet de box aan en al die clips die worden constant aangevraagd. Iedereen die belt goed opmaken aan bagger, weet je, gewoon. Ieder nummer is hetzelfde, weet je, elke keer hetzelfde concept. Of het is feesten, of het is wijven, weet je. Dat er komt, een trio is de top. Ze vallen, we vallen, we werken hip-hop. Tegenwoordig, iedereen heeft de fucking kans om muziek te maken. Iedereen heeft een computer thuis staan, iedereen heeft dit, dat. Dus er is veel muziek. En er is heel veel wacky shit. Maar er is ook goede shit. Je hebt wel de mogelijkheid nu om het te doen. Kunnen nu independent gaan komen, weet je. Ze hoeven niet naar een grote platenmaatschappij. Of ze kunnen naar een grote platenmaatschappij voor een 1-album deal. Preach on, TV! Amen! Hallelujah! We hebben die hele shit door. Gaan ze in een schaakmat zetten, hoor, die motherfuckers. Ach, is het vaker geen woorden voor daden. Steek aan mijn straat over door met de paarden. Door met die glazen verdronken ze zaten. Volgende straat waar staat op mijn gauw. Ja, toch! Zeker, en niet iedereen weet het. We weten zeker waar het leeft. Worden verbeden. Negen van de 10 hagen deze niet weten. In Nederland verstaan we allemaal Engels, weet je, maar wij doen het gewoon Nederlands. Gewoon even wat nieuwe dingen in het Nederlands, ja tuurlijk. Je praat in Nederlands, denkt in het Nederlands, dus weet je. Moerstaal. Het is gewoon normaal voor ons. Engels kan ook. Ik praat nou ook Nederlands, dus waarom zou ik niet Nederlands rappen? Maar... De luisteraars of de kijkers van Hip Hop Hier Smoel, die weet niet wat er allemaal speelt in Den Haag. Wat speelt er momenteel? Groen-gele klik, maar wat voor groepen zijn er nog meer actief? Ja, er zijn zoveel groepen actief. Weet je, iedereen is bezig met zijn eigen ding. Maar wat wij doen is gewoon concentreren op onze eigen shit en eigenlijk niet echt bezighouden met andere mensen, weet je. Dat is een beetje de groen-gele klik, weet je. We zijn allemaal apart, we hebben wat gedaan, we hebben in andere groepen gezeten, we doen solo en dingen. We zijn bij elkaar gekomen omdat we gewoon... Ja, elkaar lauw vonden, weet je, we vonden elkaar dope spitten en ja, we zitten eigenlijk met de mensen die wij zelf dope vinden, weet je. Dus, we zijn ook met genoeg man om ons niet te boeien met andere mensen, weet je, dat vind ik ook zo.
We hebben genoeg mensen hier zo om niet naar anderen te kijken. We kijken naar onszelf, weet je. We hebben het al druk genoeg met onszelf. Dan creëer je gewoon je eigen stijl. Als je te veel naar andere mensen gaat kijken, dan heb je ook zoiets van, ja, moet ik die gaan aanvallen of moet ik dat? En dan bepaalt dat al naar welke stijl je wil gaan. En wij zijn gewoon met onszelf bezig. Ja. Ja. Nou ja, wat gaat er als eerste aankomen? Dan gaat het eerste wat er nu aan gaat komen, ik denk toch die dubbelste D, want daar zijn we gewoon, dat gaat gewoon het snelste, we werken hard. Ja. Mo Solo komt er nog aan. Mo drama en bullshit! To MC, dit is niet mijn stijl. CD1 is zeg maar featurings met ons allemaal. En CD2, dat zou allemaal solo's van ons, weet je, dus iedereen. Maar niet alleen maar solo's, ook af en toe een collabo en op de CD2 komt er gewoon één anthem met iedereen waar we mee te maken hebben. Maar het is moeilijk te zeggen, want we zitten met 9 man, dus dat zijn 9 verschillende meningen, dat zijn 9, je hebt maatschappijkritische dingen, je hebt partytracks, je hebt onzin over pollen met palm en daarna heb je weer die overdaad schaatsje, het gaat maar door. Ik denk dat mijn bril bekijken. Ik zeg je, de meeste van mijn plekken zie ik steeds meer beslechten. Alle beesten worden wakker en de meeste kennen hebben. Maar ja, je naam op mij bestand, dat moet ik zeggen. Maar ja, je naam op mij bestand, dat moet ik zeggen. Maar ja, je naam op mij bestand, dat moet ik zeggen. Die connectie met Polen. Ja, ze hadden dus zeg maar via Robert van Extreme hadden we een soort van opdrachtje gekregen. Van, dat we met die kill moesten oproepen. Hij had een hip-hop clubje geopend. En we zouden zorgen dat we een act zouden zetten daar voor die internationaal Nederland. Nederland heeft een goede naam in Polen. Dus ja, waarom niet, weet je wel, en droppen daar zo. Inmiddels zijn we 2 keer geweest daar met klikactiviteiten. Ja, en tot nu toe altijd dope geweest, man. Lauwe ja, vijf. Die gasten die zo met love. Nederlandstalig maakt niet uit. Ja, mensen gaan helemaal los. Tussendoor, weet je, maar ja. Kocham Polska, Kocham Polska. Ik heb een ballen met een perfecte combinatie. Moeilijke kaasje situatie. Aasie, kijk om je vinger bij je af te likken. Aasie, blokken, aasie, blikken. Maar die ding is, ik heb een baard gedragen en zeg maar, de mensen bij mij in de straat die gingen een beetje bellen en dat soort dingen naar Wout en zo. Dus toen zijn ze mensen naar ons toegestuurd om even met ons te praten van ja, wat ben je nou het laatste? Je zit dan met jouw handgenaten collectie. Ik ben elke keer in het zwart gekleed. Ik heb Verstoren, een Palestina-sjaaltje af en toe om mijn nek. Ja, en die mensen denken, oh baard, Palestina-sjaaltje, die baard. Ja, daar kan ik niks aan doen, ik heb geen geld voor scheermesjes, dus ja, dan... ik heb me ook gescheerd vandaag met een lezer. Gescheerd, ik ben Marokkaan, wat is het? Wat is het? Hier in Den Haag, wat? Wat anders? Met een biefstand, buren zijn een biefstand. Hier in Den Haag, wat? Wat anders? Hier in Nederland, land, kappen, diepen zijn we niet van. Hier in Den Haag, wat? Wat anders? Over zijn vijven, die schrijven, die schrijven. Hier in Den Haag, wat? Wat anders? Was in die shit in de stad van de lijken. Mensen, we hebben nu een beetje het gevoel dat Amsterdam vredadig in de spotlight staat, weet je? Rotterdam is wel wat minder, maar ja, die heb ook zijn dingen gedaan, weet je. Het lijkt net of iedereen tegenwoordig uit Zwolle komt of zo, weet je. Dus ja, we hebben zoiets van, ja, Den Haag ook op de map, weet je. En waar anders, ja, hier in Den Haag. Mijn hond is die hartsvallen, activeert en houdt allen. Zal een draad tegen de slogan. Ben een beetje gevallen van mezelf en honen. Je weet niet, een mannetje nooit te doen. Weet dat zelfs een zoen. 1284. Optredens van elkaar checken, ja, komen elkaar tegen. En ja, het is maar dat je de juiste mensen tegenkomt en dan komt er weer iets nieuws voor. Ja, ze zijn erg goed. We zijn toen naar optreden van hen geweest in Delft, was dat toen. Zo volgens mij van de Europese Smoel. Ja, man. Ja, dat is een goede ding. En ja, die shit was dope, weet je.